Deze week in Eva vraagt zich af: hoe denkt u over de Griekse schuldencrisis? Hoeveel miljard zijn we kwijt? Eten we er een boterham minder om? Nee. U niet? Ik niet. U wel? Nou, ik denk dat zij het ook gewoon aan de rest van Europa eigenlijk ervoor moeten zorgen dat ze hun schulden terugbetalen. Gaat het hier dan beter? De mensen die leven en wij niet. Ik hoorde dat ze een soort grote mond hadden over Europa of zo, maar dat ze ook weer geen wanbetaler zouden willen zijn. Maar ik begrijp dus niet wat Griekenland nou precies van plan is. Ze stellen zich verschillend op omdat ze een andere mening hebben over de leningen. Ja, dat is een houding die nog veel kopzorgen zal geven, denk ik. Ik ben wel gewoon een Nederlander en ik denk ook aan het totaalplaatje. Je weet de hele EU hoe het gaat en je doet het allemaal met elkaar. En ja, tuurlijk, ze mogen lenen, maar dan moet je wel aan de spelregels houden en dan moet je het ook terugbetalen. Ik denk dat als je ergens in investeert, dan loop je ook het risico dat je investering niet terugkrijgt. En ik denk dat dat was een risico wat erin zit. En ik denk dat het ook gewoon dat wij als Nederland ook ons sociale gezicht hebben laten zien door te investeren. We wisten van tevoren de risico's. We wisten ook dat het fout kon gaan, maar ik vind niet dat het nu dus echt helemaal fout gaat te kunnen zeggen we schelden het kwijt of nee, daar moeten we denk ik niet aan beginnen. Volgens mij hebben ze een nieuwe president. Willen ze ervoor zorgen dat alle schulden eigenlijk worden kwijtgescholden. Gewoon zodat zij een nieuwe start kunnen maken. Maar ik denk wel dat als ze zoiets kwijtgescholden willen hebben, dan mag je wel met een heel goed argument komen waarom dat nodig is en hoe je dan ook het land wel verder wil helpen. Ik geloof dat ze een soort van uitstel nodig hebben. Dat lijkt mij misschien een idee, omdat ze eerst de problemen bij zichzelf aan moeten pakken voordat ze kunnen aflossen, zeg maar. Want als ze nu in één klap dit willen aflossen, zijn ze gelijk failliet en dan komen ze er helemaal nooit meer bovenop. Ja, als rijk noorderling van Europa denk ik dat wij niet al te tolerant moeten zijn ten aanzien van dat beleid. Maar er kan wel ietsje af. Dat zou mijn slotconclusie zijn.